Oh, wat zegt die app? Oh, die app kan je hier en ik ben hier weer met een nieuwe vlog. En ik zit nu hier op een bank in mijn woonkamer. Het is inmiddels al 6:55 in de ochtend. Ik heb een uur vrij. Dus ja. En op achtergrond hoor ik misschien een douche of zo. Maar ja, mijn zus is al. Mijn zus en mijn vriend zijn heel aan het douchen, dus ja. Ja, ik moet mijn brood nog even smeren. Daarna ga ik naar buiten. En ik moet even zachtjes doen, want mijn moeder ligt ook namelijk nog te slapen. Zo, even spulletjes aan de kant schuiven. Ondertussen ga ik mijn brood even smeren. Een beeld terug in het vlog, toch? Twee plakjes met brood. Terug. Koek het even over. Kijk, oh ja, dat ene wat ik wil hebben is niet. Dus doe je hier een kaartje open. En ook gesproken. In een blikje. Met leverpastei. Nou, dat wat je meer hebt. Dit smaakt in de prullenbak. Zien. Doe ik het blik open. Dus ja. Doe ik zo het blik open. Meestal zit het nog wat aan vast. Nou, kost me wel. Oh ja, kost me wel licht bij mijn moeder. Uit. En dan zien, dan smeer je op, ongeveer de helft, of ach, de hele doos, kan ook natuurlijk. En het is natuurlijk ook een hele goede kunst, alles heel, heel goed uit te smeren, gewoon, helemaal, gewoon, overal. Ja, smeren. En draaien even om. Andere kant heel goed. Neem de restjes hiervan even mee. Hup. Hop, nou, ik laat er bijna een stukje vallen. Hop, nou, gooi ik er gewoon weer op. Nou. Hup. Volgens mij krijgen jullie wel 3 vlogs per dag, denk ik, nu. Misschien ook wel 1, misschien ook wel 2. We zien wel wat er gebeurt. Maar, gewoon smeren. Oh, kijk, nou, dit zijn mijn vol. Wat doe je niet? Oh nee. Nou, smeer het hier omheen. Pak je dit hele mooie stukje hier helemaal. Bam! Nee, dit is dus zo. Nou, de rest schraap je er dan nog maar even uit. Want ja, het is natuurlijk heel erg zonde dat je zo'n blik weghoort. Nou, ik weet ook dat ze snel kunnen douchen, dus ja. Hup. De helft van deze blik. Zo, dat kun je nog verspreiden. Oh nee, Daniel, wat doe je straks nu met de helft? Hup. En de kunst is dat je heel veel leverpastei gebruikt. Echt heel veel. Een half bakje per broodje, dat is het idee. Je moet een heel bakje per blik. Per broodje, want dat is gewoon een beetje te veel. Oké, deze klinkt misschien ook heel veel, maar nou, dan heb je 2 broodjes. Nou, dit is wel goed leeg. Als je dit dingetje vergeten, gooi het in de broodbak. Nou, inmiddels, nou, pak je hier het kastje en beker. Pak je
Welcome to your water milk. Schud je nou even door elkaar. En hup, dan ga je schenken. Oh, en hoe komt het er goed uit? Ik pak de chocolademelk op. Oké, dit is wat we doen. Niet echt slim. Maar in ieder geval, wat neem jullie mee? Wacht even. Ik laat dat toch maar even staan. Dan laat je pak even op als hij op is. Dat doen wij altijd even thuis. Nou, ga je mee naar buiten. Lichtje aan. Heb dit lichtje aan. Oh, de deur zit nog een slot. Oh, hey, kijk. Sleutels in de been. Ik zal naar buiten. Oké, één keer veel geluid. Het is een beetje donker nu. Maar ja, wat je dan doet met een pak. Oh, kut. Het is wel heel donker. Ligt je nou maar bij je. In wat ligt het beeld misschien? Shit. Nou, hup, wat je dat doet is hup. Nou, kijk, zo. Pak neergooien. Moet je dat dan gaan doen? Hup, springen. En dan laat je het oploffen. En dat is heel leuk. Dan pak je de dop hier al op. Pak je pak hier op. En dan ga je erachteraan containen. Je hebt straat, lantaarns. Ja, vet uit zo. Nou ja, de vlogkamer is een beetje donker. Kut, staat aan de weg. Wat je dan doet als een container aan de weg staat. Oh, nou in ieder geval is dat ja. En hup, dus maak je het gewoon neer en dan laat je het gewoon liggen. Nou, goede tip. Nou ja. Even kijken, dit is niet juist een hand. Oh, hoop ik weer zo vuil ligt. Dit wordt wat joh. Zien, zo. Zo. Nou, even zien, er zo. Vol. Vast. Rennen aan. Mooi. Nu gaan we naar buiten. Het naar het vakje toe. Zo. En dan zit nu echt op een vakje. Ja, zo. Nu heb ik eerst even lekker gehad. Nu kent het de hoeveelheid, zo lekker. Ik leg hier even zo neer. Zo. Hij komt dus even draaien. Goed uit. Neem je één vloeitje uit. Eén. Niet, en niet meer. Dat leg je neer. Dat zit hier wel een beetje zet. Kijk, spreid je het een beetje. Ik wou hier ook nog wel wat zin in aandoen, maar ja, dat was een beetje grappig zo. Het komt best wel achter dat ik dit op kan halen. Dat gaat trouwens ook heel goed doorrollen. Kijk, dan moet je ervoor zorgen dat je dat ding daar helemaal binnen rolt.
mij lukte het niet, dus ik dacht altijd, fuck it. Ik vouw. Noem ze me een paar weken een vouwer. Maar ik heb de rollen nu onder de knie. Leg je deze even neer. Ik heb hier nog een check. Oeh, ik heb wat lekker brood aan de kant natuurlijk. Maar het zou niet lekker zijn als je check hier opvalt. Zo. Dan heb je dit ding. En dan doe ik het even zo weer dicht. Leg je mooi daar weer. Sigaret. Ik dacht dat ik hem rolde. Maar ja, dan zien. Pluk je hier nog een beetje wat uit. Het heeft maar een klein beetje hup weg. Ah, moet ik het weer terug noemen? Fuck it. Oh. Damn. Gelukkig heb je een pennetje. Zo. Stop ik er even een beetje terug in. Zodat ik een beetje fucked up zie. Kijk. En nu is er een beetje te weinig in. Dus dan ga ik even draaien. Net zoals bij een joint. En hoe weet ik dat? Weet ik niet. Ik weet niet. Ik heb nog nooit een joint gehad. Nou, maak je het een beetje nat, dat doe ik altijd, zodat het even goed blijft zitten. Zo, lijkt een beetje fucked up, maar het is het niet. Nou, dan leg je het daar even zo mooi neer. En ja. Ondertussen ga ik dan weer door met eten. En op 11 minuten. Oh, het leek even in de fles alsof mijn kat er zat. Ja. Dus ja. Allemaal weer nieuwe dingetjes geleerd van mij. Ik wil mijn haar eigenlijk ook nog wel filmen, maar ja. Zo. Nou ja, in ieder geval, hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Laat een duimpje omhoog achter. Laat natuurlijk ook iets achter hieronder in de reacties. En ja, natuurlijk abonneer. Ik ben Diablo Gamer, ik zie jullie later.